Pinkster is een heel speciaal feest. Ja, eigenlijk is elk feest speciaal, maar dit heeft een bijzondere betekenis. Maar weet iedereen wat het betekent? Er is heel veel over te zeggen. En ik zou misschien wel uren daarover kunnen spreken, maar dat ga ik niet doen natuurlijk. In de eerste plaats, Pinkster heeft te maken met een feest dat er al was. Een feest dat de Heer zelf had ingesteld. 3 keer in het jaar zouden de Joden, Israëlieten, naar Jeruzalem moeten komen om een feest te vieren. Het eerste feest is het feest van het Pascha met natuurlijk de ongezuurde broden. Het tweede feest is het wekenfeest of het feest van de eerstelingen. En het derde feest is het feest van de volle oogst, het loofhuttenfeest. Dat niet alleen de oogst herinnert, maar ook de woestijnreis. Het feest van de eerstelingen, daar gaat het nu over. En waarom heet het nu Pinksteren? Daar zit het woord voor 50 in. En 50 dagen na het aanbieden van de eerstelingscharf, de dag na de Sabbat, dus op een zondag, was er weer een zondag waarop een feest was. En dan werden de eerstelingen aangeboden. Het was het feest van de eerstelingen. Niet maar 1 eerstelingscharf, maar veel meer. En de volle oogst werd het loofhuttenfeest. Dus als dit feest aanbreekt in datzelfde jaar waarin de Heer Jezus sterft op het Pascha, opstaat bij het aanbieden van de eerstelingscharf, wordt ook dit feest vervuld en zijn er veel Joden bijeen. Laten we lezen. Handelingen 2, vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld, zie je, daar is het. Het is een vervulling, zoals het Pascha vervuld werd door de Heer Jezus. Zo werd ook het feest van de eerstelingscharf door hem vervuld. En nu wordt dit feest vervuld. Waren ze allen gemeenschappelijk bijeen. De Jezus had tegen hen gezegd, wacht op mij. Wacht op de uitstorting van de Heilige Geest. Niet vele dagen na deze. En dit was 10 dagen na de hemelvaart. Er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige voortgedreven wind. Wind en geest en ook adem zijn hetzelfde woord, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. En deze vulde het hele huis waar zij zaten. Het hele huis werd vervuld. Het was een uitstorting van de heerlijkheid van God. Net zoals de heerlijkheid van God neerdaalde in de tabernakel van Mozes, in de tempel van Salomo, in de Heer Jezus natuurlijk, zo daalt hij ook nu neer in de gemeente. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, want er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Die zich verdeelden en zetten zich op in ieder van hen. Ieder krijgt iets bijzonders. Een deel van de Heilige Geest. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken. Er wordt vaak over tongen gesproken, maar het gaat over talen. Het gaat niet over iets wat je niet kunt verstaan, of een hemelse taal, zoals de Geest hun gaf uit te spreken, zoals staat er. Maar lees maar wat voor talen het waren. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, godvrezende mannen, uit elk van de volken die er onder de hemel zijn. Ze waren bijeengekomen vanwege dit feest. Toen dit geluid was ontstaan, ze hoorden iets geweldigs groots, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden, zie, zijn niet al deze die spreken Galileërs, hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal spreken, waarin wij geboren zijn? Dat kan eigenlijk niet. En lees maar waar ze allemaal vandaan kwamen. Parten, Meden, Elamieten, Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, de streken van Libië bij Cyrene en de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen, waar ze dus in geboren zijn, niet in het Hebreeuws, over de grote daden van God spreken. God spreekt niet alleen maar Hebreeuws.
Hier zien we dat de spraakverwarring van Babel wordt omgekeerd. God is in staat om ieder te bereiken. Het evangelie zou internationaal gaan. En ze waren allen buiten zichzelf en waren in verlegenheid. Hoe is dat dan mogelijk? En zeiden de een tot de ander, wat mag dit toch zijn? Ze snapten er niks van. Ja, andere echten zeiden spotten, ze zijn vol zoete wijn, maar dat is natuurlijk volkomen onzin. Om allerlei redenen. Je kunt al brabbelen als je vol zoete wijn bent, maar dan spreek je niet die specifieke talen die je nog nooit geleerd hebt. God gaf hen dit om over de grote daden van God te spreken. Dat wil niet zeggen dat ze het evangelie predikten of dat ze profeteerden, want de prediking komt hierna. Maar ze spraken over de grote daden van God en we horen niet wat ze hebben gezegd. Maar ze hebben het allemaal gehoord, deze mensen. Ze hoorden iets heel bijzonders. God deed iets bijzonders. Wat gebeurt er nu met deze gebeurtenis? De Heer Jezus had gezegd, Handelingen 1 vers 5, dat ze zouden worden gedoopt met de Heilige Geest. En ook Johannes de Doper had al gezegd dat Jezus zou dopen met de Heilige Geest. Hij had ook gezegd dat ze kracht zouden ontvangen om zijn getuigen te zijn door de Heilige Geest. Dus deze twee dingen zijn er in elk geval aan de hand. En de doop met de Heilige Geest, in de Heilige Geest, Paulus verklaart dit later en zegt dat ze tot één lichaam gedoopt zijn. Eén gemaakt. Dus hier is de kerk, de gemeente, geboren. Dit is de geboortedag van de gemeente. De gemeente bestond niet al bij Abraham. Er waren wel gelovigen natuurlijk. En er is ook een groep, een volk geweest, Israël. Maar dit is een nieuw volk, de gemeente. Genomen uit de Joden en uit de heidenen. Want dat is ook betekenis van dit wonder, dat het internationaal zou zijn. De gemeente is niet maar één groep mensen, één natie. Ze komen overal vandaan. Dat is bijzonder. Dat is wat God doet. Hij doopt ze tot één lichaam. Maar er is meer. Laten we maar lezen. In de Efeze 2, daar lezen we iets over wat er ook aan de hand is. Efeze 2, daar lezen we dat Jood en Heiden samen tot één lichaam worden gemaakt. Nadat het evangelie is gepredikt in Handelingen 2, dan zien we dat er wel zeker 3000 tot geloof komen en later nog meer, maar de tegenstand blijft en de leiders willen niet dat Jezus koning wordt. En uiteindelijk stenigen ze Stefanus. En dan komt er die prediking eerst naar Samaria door Filippus en later door naar de heidenen. Petrus begint dat en Paulus maakt dat natuurlijk af, want hij is de apostel van de heidenen. Van de volkeren. En hij mag dan ook uitleggen hoe dat zit. Laten we even lezen uit Efeze 2 vanaf vers 18. Want door hem hebben wij beiden, Jood en Heiden, in één geest de toegang tot de Vader. De Vader. Ook zoiets bijzonders. Dat hij onze Vader wil zijn. Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer. Geen gasten. Maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. We horen thuis bij hem. Opgebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten dat zij hebben gelegd. En dat is Jezus Christus. Terwijl Jezus Christus ook zelf de hoeksteen is. In wie het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit tot een heilige tempel in de Heer. In wie ook u mee opgebouwd wordt tot de woonplaats van God in de geest. Er is ook een tempel. Als de heerlijkheid van God neerdaalt, dan is het ook een tempel. Het is ook een gebouw. Het is niet alleen een lichaam, het lichaam van Christus, zoals Paulus later uitlegt, maar ook een tempel, een gebouw. Petrus zegt ook, daag de discipelen uit, aan wie hij schrijft in 1 Petrus 2, laat je gebruiken als levende stenen. Laat je gebruiken om opgebouwd te worden.
tot een woonplaats van God in de geest. En op die manier in deze tempel de Heer te eren. En dat is wat ze deden. Ze maakten de naam van God groot. En dat hoort bij dat verkeren, het zijn van een tempel en het zijn van priesters in die tempel. Er is zoveel te zeggen over wat de Heilige Geest doet. We hebben al gezien, in verband met de hemelvaartsdag, dat de Heer Jezus tot Heer en Christus gemaakt, dat Hij aan de rechterhand van God is gaan zitten. We hebben toen gelezen uit Handelingen 2, vers 32, en ik lees het opnieuw. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan we alle getuigen zijn. Zij zijn de getuigen geworden en ze hebben vrijmoedigheid om daarover te spreken. Getuigen van zijn opstanding. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd, is de hemelvaartsdag, en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort. Dit is wat er aan de hand is. Dit is de verklaring. De Heilige Geest is uitgestort, niet op iedereen. Wat er staat als citaat van Joël, wat Petrus aanhaalt, haalt hij vooral aan vanwege dat laatste vers. Dat er ieder die de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Want het is nog niet volledig vervuld. Wat er staat in Joël, dat is uiteindelijk in de laatste dagen. Maar nu is het wel begonnen. De eerstelingen zijn er. Het is het feest van de eerstelingen. Er is nog geen volle oogst. Dus dat is heel bijzonder. Maar dan had de Heer Jezus ook verteld over de komst van de trooster. De Heilige Geest als een trooster, een helper, een advocaat. Iemand die voorspraak doet voor je. Johannes 14 vers 15 en 16 vers 7 lezen we dat. En we lezen uit Johannes 14 nog iets. Want je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus ging weg om weer op een andere manier terug te komen en voor altijd bij ons te zijn, waar we ook zijn, verdeeld over de hele wereld. Door de Heilige Geest zou Hij bij ons kunnen zijn tot aan de voleinding van de eeuw, zoals we dat lezen in Matthäus 28, vers 20. Laten we lezen Johannes 14, vers 26. Daar staat, de voorspraak, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, voorspraak of trooster of helper of advocaat, hoe je het ook noemen wil, die zal u alles leren en in u in herinnering brengen alles wat ik heb gezegd. Hiermee zien we hoe de evangeliën konden worden geschreven. Hoe konden ze dan onthouden wat ze hadden meegemaakt? De Heilige Geest zou het hen in herinnering brengen. En in hoofdstuk 16 lezen we daar meer over. Vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen. Hij kon het nog niet allemaal kwijt. U kunt het nu nog niet dragen. Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden. Hij zou het allemaal compleet uitleggen en presenteren. Niet alleen wat de Heer Jezus had gezegd na zijn opstanding, dat is al een stuk uitleg wat Hij extra kon geven toen. Toen kon Hij hun verstand openen, zodat ze de schriften begrepen. Maar de Heilige Geest zal Hij in de hele waarheid leiden. Want Hij zal vanuit zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken. En door de komstige dingen zal Hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De Heilige Geest is niet apart. Het is de Geest van de Vader en de Zoon, zoals hoofdstuk 14 ons ook vertelt. Op die manier kon de Heer Jezus, kunnen de Vader en de Zoon bij ons komen wonen. Zodat we ook zelf persoonlijk een tempel van de Heilige Geest zijn. Niet alleen gezamenlijk als gemeente. Maar Hij zou ons dus ook in de hele waarheid leiden. Alle dingen verklaren en ook de toekomst verkondigen. Nou, hier zien we hoe de brieven konden worden geschreven. Paulus, Petrus, Johannes. En we zien ook Openbaring natuurlijk. Alles verklarend. Met name Paulus heeft veel kunnen verklaren. Maar ook vertellend over de toekomst. Ook dat heeft Paulus gedaan. En Petrus en ook anderen. Maar natuurlijk ook Openbaring. Een wonderlijk iets wat we hier lezen. En we zijn nog niet klaar als we alles willen vertellen over wat de Heilige Geest doet. Dus we hoeven niet te vrezen. De Heilige Geest is bij ons, in ons. En daardoor is de Heer Jezus bij ons. Hij wil bij ons zijn en onze voorspraak zijn, onze trooster.
ons ook vrijmoedig maken om over de Heer Jezus te spreken. Hij wil ook vooral de Heer Jezus verheerlijken. Als we willen weten of iets wat gezegd wordt uit de Heilige Geest is, is één belangrijk kenmerk dit. De Heilige Geest verheerlijkt niet zichzelf. Hij verheerlijkt ook niet de spreker, maar hij verheerlijkt de Heer Jezus. Het gaat over hem. Hij maakt ons ook tot één lichaam. En tot een tempel. En hij vertelt ons, verklaart ons wat er in de schriften staat. En wat er in de toekomst te gebeuren staat. En we kunnen nog veel meer zeggen. Want hij heeft ook gaven gegeven. De Heilige Geest brengt ons de gaven. Denk maar aan Romeinen 12, 1 Korinthe 12, Efeze 4. Daar zouden we veel over kunnen zeggen. En denk aan Galaten 5 vers 22, waar het gaat over de vrucht van de geest. De manier waarop we ons kunnen openbaren, kunnen laten zien dat de Heilige Geest in ons werkt. En ook de kracht van de Heilige Geest om werkelijk als christen te leven. Het normale christelijke leven te leiden. Romeinen 8 legt ons dat uit. Er is veel te vertellen. Er is een groot werk gedaan. Er is iets heel bijzonders gebeurd. Doordat de Heilige Geest is neergedaald. En wij die bijzondere verbinding met de Vader en de Zoon hebben. Wat is het een geweldige dag, Pinksteren. We prijzen de naam van de Heer Jezus voor wat Hij daarin aan ons heeft gegeven. Amen.